Ik ben Joanne Leijten, ik ben 17 jaar en ik woon in Bokstel en ik zit nu op 6 gymnasium en ik vertrek dit jaar naar Amerika. Op 6e tennisten heel veel vriendinnen van mij en ik wou toen ook heel graag tennissen. Ik woonde zelf naast de tennisbaan, dus dit was geen probleem voor mij. Een jaar, anderhalf daarna stopten al mijn vriendinnen en bleef ik doorgaan met tennis. Omdat ik het eigenlijk dus wel een heel leuk sport vond. Op mijn 10e moest ik kiezen tussen ballet of een hoger niveau tennis. Ik heb toen voor tennis gekozen en ik ben nog steeds heel blij met deze keuze. Ik train nu bij MJOY en Ambition Tennis Academy. Hier kan ik me goed voorbereiden op Amerika. Ik heb contact gehad met verschillende topuniversiteiten, zoals Rider University en Hofstra University. Maar beide scholen boden niet mijn studie aan en ik heb toen verder gezocht naar scholen die wel mijn studie aanboden. En toen ben ik op SCAD uitgekomen, ofwel Savannah College of Art and Design. Ik ga de studie Film en Television doen. Ik heb voor deze studie gekozen omdat het mijn droom is om later films te maken en in de filmindustrie te werken. Niet veel scholen bieden deze studie aan, daarom heb ik specifiek voor deze school gekozen. Er zijn 3 campuses. Zelf ga ik naar de campus in Atlanta, Georgia. Wat deze school zo speciaal maakt, is dat ze een eigen XR-stage hebben. SCAD is het enigste universiteit in heel Amerika die dit aanbiedt. Daarnaast hebben ze ook een eigen backlot. Dit is een nagebouwd stukje van Georgia. Het is 17 straten lang en elk gebouw heeft zijn eigen interieur. En ze zijn nu zelfs ook bezig met het nabouwen van een stukje van New York. Wat ook leuk is, is dat ze een eigen festival hebben. Veel bekende Hollywood-acteurs komen hier naartoe. Onder andere Sadie Sink van Stranger Things, Eddie Redmayne van Fantastic Beasts en Madeline Klein van Outer Banks. Het tennisteam speelt in de NAIA Division. En ik had een hele goede klik met de coach. We hebben dezelfde richtlijnen, zoals goed presteren voor de school en het beste uit mezelf halen. Ik kijk ernaar uit om mijn droom na te jagen in combinatie met hoog niveau tennis. Daarbij ben ik ook erg enthousiast om mijn coach en teamgenoten te ontmoeten en een nieuw avontuur aan te gaan. Hoewel ik erg uitkijk naar dit avontuur, ga ik natuurlijk wel mijn vrienden en familie missen. Dat is wel het meeste waar ik tegenop kijk. Op de tennisbaan zijn mijn doelen om mezelf te verbeteren en hard te werken om belangrijk te zijn voor mijn team. En met mijn team wil ik graag streven naar het kampioenschap. Mijn doelen naast de tennisbaan zijn om veel films te maken en veel kennis op te doen om zo skills te ontwikkelen en de overstap naar de filmindustrie te kunnen maken. Ik kijk goed terug op het proces met Slamstock. Ze beantwoordden vragen snel en hadden goed contact met de coach van SCAD. Dit heeft het mogelijk gemaakt om mijn droom achterna te gaan. Mijn deelname aan de showcase heeft mij ervaring gegeven in het voeren van gesprekken met coaches. Hierdoor was ik goed voorbereid op het gesprek met de coach van SCAD en kon ik de juiste vragen stellen.